Ik ben me nu aan het klaarmaken om te gaan lasershooten. En ik ga daar nu naartoe, want dat is in het bos, de Lommerbergen. Ja, dat anders ga ik gewoon lekker zo thuis zitten. Zo, als iemand voorbij komt, geloof ik heel plezierig. Zo, anders. Ja, en dan ga ik terug. En dan, yay, ik heb gewonnen! En iedereen is. Nee. Oh, je zus schrijft er volgens mij om. Ja. Er wordt een strijd. Ja? Ik ben nu op weg naar het bos met leden van het park. Daar wandelt er een. Maar we gaan nu verder naar het bos. En daar ga ik laser gamen. We wandelen nu in de richting van het bos. Ja. Ik en mijn papa wandelen naar daar. Ik wou wel zeggen rijden. En we wandelen. Oké, nou allereerst, goedemiddag. Goedemiddag. Ook Duitse gasten. Nee. Nee, helemaal niet. Kijk, helemaal goed. Nou, allereerst welkom. Mijn naam is Remco. Mijn naam is Jesper. En we gaan vandaag lezen schieten. Wie van jullie heeft al wel eens ooit lezen geschoten? En voor wie is het de eerste keer? Kijk, spannend. Nou, heel goed, jullie krijgen straks, een geweer en je kan dadelijk in twee teams zitten. Dat kan je dadelijk zien aan de kleur van het geweer. Je kan zitten in team rood of in team geel. Als het goed is. Blauw. Of blauw. Kijk, komen we wel. Team rood of team geel. Jullie gaan dadelijk in dit veld gaan jullie spelen. Dat houdt in, hier zien jullie een pad lopen. Jullie mogen dadelijk niet aan dit kant van het pad. Aan de rechterkant. Op het moment dat we die variant spelen, leggen we dat uit. Ik neem dat de eerste keer. Gewoon even vrij schieten is, ja. even wennen. Jullie mogen daar op elkaar schieten, jullie krijgen dit geweer. Hier op de achterkant zien jullie drie streepjes staan. Ja, dat is goed. Ieder streepje staat voor 4 levens. Dat houdt in dat je 12 keer geraakt kan worden voordat je echt af bent. Ben je echt af, kom je even naar ons, dan zorgen wij dat je weer daarna kan schieten. Ja. Ja, dus in het begin kan niemand af, maar het is even oefenen. Op het moment dat je dadelijk op het andere team natuurlijk gaat schieten, dan moet je op de voorkant van het geweer schieten. Precies. Ik denk dat al. Zie, nou ben ik een aantal keer geraakt. Steken met jullie team? Ja. Even kijken. Ik ga zo rond mijn arm doen. Even kijken. Jullie van mijn geel. Mijn geel alvast even daar bij elkaar gaan staan. Moeten jullie daar bij elkaar gaan staan? Goed. Jullie willen juist niet, hè? Zijn er nog mensen van jullie die bij elkaar willen? Of ja, ik ken niet. Jullie twee? Dus. Jullie drie? Oké, okay, heel goed. Okay, dus alsjeblieft. Ja, jij nog twee.
Alsjeblieft. Dus kijk, en dan hebben we daar. 8, 7, 8, 9. En dan krijg je even het rode. Ja, kijk eens even. Alsjeblieft. Ja, jullie gaan hem alvast uitdelen. Ja. Oké, okay, jullie krijgen mijn geweer, maar nog niet schieten. Is dat afgesproken? Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, allemaal niet meer schieten nu. Dadelijk heb ik het niet meer schieten. We gaan een nieuw spelletje doen. Als je af bent, kom je bij ons terug. En dan. Zeker niet klaar. Het is wel een slechte geweest. Waar is die? Nee. Maar er wordt echt niks gezien in boven. Ja, dat was cool. Ja. Hé, hey, mama. Hebben wij nog de dokkelbaan ergens deze week? Weet je dat toevallig? Dat is zo'n mikkel. Ik heb geen mikkel. Laatste 4 minuten! Probeer iedereen af te schieten. Zijn we dan elkaar? Dat is wel klaar. Ja, dat is wel klaar. Ik ben net dood. Ik heb net gedaan met lasershooten, zoals je kan zien, is het wel heel erg intensief. Ik bedank Landel. Hier zijn nog een paar van de mensen dat het organiseren. De kinderen zijn 12 jaar. We gaan vandaag. Ik vond het echt heel leuk. Misschien kunnen jullie daar even blijven bij de pingpongtafel. Dan gaan we even kijken. Of wat plannen voor morgen. Nee, niet zijn. We zijn niet mag draaien. Het is 11 jaar. En voor morgen. En morgen hebben we nog snorkelen, bouwen, voetbaltoernooi en blaaspijpschieten. Weet je wat blaaspijpschieten is? Ja. Vanaf welke leeftijd is dat? Wacht even. Ik heb net nog een lekker tiktak gegeten, maar vond je deze video nou leuk? Klik dan zeker even op het blauwe duimpje omhoog. Klik zeker ook even op die abonneerknop en op het belletje naast de abonneerknop. Dan zie ik jullie morgen terug in een nieuwe video.